Van Wagga. Hallo. Dus vandaag alweer zondag. Ja man. We gaan weer op een tripje. Yes. We gaan naar Breed. Almere, dit keer ook weer. Ja man, weer in Almere, all you can eat toch? Ja, all you can eat. We gaan weer checken hoe vegetarian friendly, vegan friendly, biologisch. Ga gewoon kijken hoe het daar toe is, man. Ja, toch? Ja, toch? We zijn echt benieuwd. We hebben goede verhalen over gehoord, dus ja, we gaan nu zelf zien wat we ervan vinden. Snap je? Dus vorige week was... Bagels and beans. Bagels and beans. En deze week is... Breed. Dus tot dadelijk. Tot straks. Hoi, alles hier is tempo. Kan niet lang met je praten. Tempo. Tik-tak, tik-tak. Tempo. Fasta. Tempo. Alles hier is tempo. Kan niet lang met je praten. Tempo. Tik-tak, tik-tak. Tempo. Fasta. Tempo. Hoi, alles hier is wow. Mami geeft papi de miauw. Want ze weet dat ik til en ik vouw. Trek en ik douw. Tempo. Lid net lighter, oh. Een aantal ruggen op mijn fit net swipen, wow. Een aantal dingen op mijn wood net tiger. Oeh, snelle jongens die ze voelen me. Ik voel op TikTok net barsa, barsa. Die jimmies aan mijn been net parsa, parsa. Toch neem ik die nek lang net aparka. Zij vond mijn model is in love met mijn rasta. Aai, aan die jacht trainen, geen swag in de street. Santo Louis, ben niet op de blok, ik weet niet op de morgen. Die zitten nog veertjes en je wordt geslacht als het moet hell of her face. Alles hier is tempo, kan niet lang met je praten. Tempo, TikTok, TikTok. Kan niet lang met je praten. Tempo. Tik-tak, tik-tak. Tempo. Fasta. Tempo. Allemaal bij deze dag ben ik tempo. Hallo. Van Wagga. We zijn net weer terug van Breed, Almere. Yes. En ja, het was wel goed eigenlijk. Oh man. Ja, toch? Dat wel. Ja, eigenlijk wel. Ja. Kijk, ja, qua biologisch kan je het vergeten. Ja. Biologisch is sowieso no-go, denk ik. Nee, als je echt alleen biologisch eet, kan je het vergeten. Wij proberen wel zoveel mogelijk. Maar we weten dat als we naar dit soort dingen gaan, die ooit eet, kan je het bijna vergeten. Klopt. Qua vegetarisch hebben ze wel heel veel. Vegetarisch sowieso kan je echt goed terecht, dat sowieso. Ja, zeker. Ja. En als je veganist bent... Wel is het wel minder. Iets minder, maar je kan nog wel wat eten. Jawel. Je hebt wok. Wokken sowieso, kan je zelf natuurlijk kiezen wat je erin wil. Groenten en ja, eigenlijk van alles. Gewoon veel groenten eigenlijk. Verschillende salades heb je ook. Ja, salades ook. Ja. Patat natuurlijk, dat zijn wel altijd. Je hebt ook zelfs nog... Nee, dat is niet. Nee, die lumpia's wou ik zeggen, maar daar zit meestal gebruik ze daar ei voor op. Ja, dus dat is meer vegetarisch. Ja. Want dan heb je ook van die nasi en die bami, maar die zijn meer voor de vegetariërs, want ze zetten daar ei in. Ja. Dus voor de veganisten is het veel salades, lekker wokken. Ja. En qua drankjes kan je... Losgaan. Kan je wel losgaan voor de mensen die dat doen. Ja. Wij zijn meer van water en thee. Ze hebben verse munt-thee. Verse munt-thee. Dus het was wel goed. Dank maar wel. Eerlijk is eerlijk, tot nu toe vond ik Bega Sabine net ietsje beter. Ik ook. Want daar had je echt dingen ook specifiek gericht op veganisten. Ja. En vegetariërs. Geloof. En die dingen waren biologisch. Ja, dat is eigenlijk precies wat wij tenminste zoveel mogelijk willen eten. Dus dat is toch wel beter. En wat het ook is met bagels en beans, dat was rustiger dan Breed. Ja, maar dat hoort wel bij all you can eat eigenlijk. Het is drukker. Mensen zijn drukker, want ze willen waar voor hun geld. Dus ze willen zoveel mogelijk eten en zo snel mogelijk. Ja, want je kan natuurlijk kiezen 2 uurtjes, 2,5 of 3. Maar de meeste mensen kiezen volgens mij voor 2 uur. Snap je. Dus dan zijn ze helemaal gestrest. Ja. Dat is wel een beetje minder wel, moet ik wel eerlijk zeggen. Maar al met al, Breed is niet slecht voor ons in een wauw. En je kan er dus ook met een gemengde groep naartoe. En daarmee bedoel ik dus... Mensen die veganistisch zijn, mensen die vegetarisch zijn... En mensen die vlees eten, kunnen gewoon met z'n allen... En dan komt iedereen aan ze trekken. Dat wel, dus dat is wel leuk. Ook. En verder interieur vond ik op zich ook wel redelijk, wel modern. Ja, toch? Was wel redelijk. Niet geweldig. Het is geen high luxe, Nee, dat sowieso niet. Het is wel redelijk, Wel, het is wel aangenaam. Ik
kan ermee door. Ja, is beter dan sommigen. Anderen, ja, toch? Snap je? Dus al met al was het wel positief. Was wel positief, ja. En wat ook goed is, in ieder geval, dat zagen we toevallig ook, want we hadden gepland om te gaan. Maar toen zagen we ook nog dat ze een actie hadden voor deze maand. Ja. Dus het is ook nog eens goedkoper deze maand per persoon. Dus dat is wel, het scheelt best wel veel in het weekend. Vooral. Ja, man. Dus ja, dat is wel echt te doen. Dus check it out, man, als het jullie wat lijkt.